Naar Tjoenaal Stuntmasters. De PvdA stelt voor het onderhoud aan woningen van de belasting aftrekbaar te maken. Dat moet leiden tot meer werkgelegenheid. Een speciale VN-commissie is tot de conclusie gekomen dat de vier icon-journalisten in El Salvador door het leger zijn vermoord. Deze onderwerpen straks in het 6 uur journaal. Er zijn mensen die bij het maken van een proefrit met een Opel Omega zo onder de indruk raken dat ze ieder begrip van tijd en afstand vergeten. Logisch, want wie eenmaal kennis heeft gemaakt met een Omega, kan daar moeilijk meer afstand van doen. Al was het maar vanwege het unieke DSA-onderstel, dat zorgt voor ongekende rijprestaties, sublieme wegligging en puur comfort. Maar doe ons een plezier, houd u zich een beetje in bij het maken van een proefrit. Oh. Bananensplit, het enige echte Nederlandse verborgen cameraprogramma, komt er weer aan. 6 weken lang worden bekende en onbekende Nederlanders vriendelijk gefopt. Tot over 11 dagen. Oh. Records zijn er om gebroken te worden. Dat bewijst Philips nieuwste videorecorder met TurboDrive. Hij start niet alleen sneller, hij spoelt ook veel sneller, voor en achteruit. Bovendien geeft de Matchline videorecorder met TurboDrive een prachtig stabiel beeld. Philips opent uw ogen. Italiaanse kan espresso niet smaken. Espresso van Nescafé. Dat is espresso, espresso en nog eens espresso. Onderhoud moet aftrekbaar. Icon-journalisten door leger vermoord. En eerste stakingsdag in de metaal. Goedenavond, dames en heren. Het onderhoud aan woningen moet weer aftrekbaar worden van de belasting. Dat vindt de Partij van de Arbeid. Zo'n maatregel leidt volgens de partij tot meer werkgelegenheid en een afname van het zwartwerken. In 1985 is de aftrekbaarheid van het onderhoud aan eigen woningen afgeschaft. Nu, 8 jaar later, wil de Partij van de Arbeid de aftrekbaarheid dus weer invoeren. De belastingmaatregel zou maatschappelijke voordelen bieden. Met name voor wat betreft de bestrijding van de werkloosheid. De overheid zelf heeft eigenlijk heel weinig geld om die werkloosheid te bestrijden. Het zou dus handig zijn als veel burgers nu activiteiten zouden verrichten die die werkgelegenheid vergroten. En het tweede doel dat ik hoop te bereiken is dat datgene wat nu rond het huis gebeurt en vaak zwart gebeurt, waar de overheid dus helemaal geen cent van ziet, dat het nu voor burgers interessant wordt om daar rekeningen over te vragen en ervoor te zorgen dat dat geld weer wit wordt besteed. De maatregel zou moeten gelden voor een periode van 3 jaar. Wultgens denkt dat er op deze manier vele duizenden banen behouden zullen blijven. Vanaf welk bedrag en tot hoeveel het onderhoud aftrekbaar moet zijn, kan Wultgens nog niet zeggen. Maar hij beaamt dat het de overheid in eerste instantie geld gaat kosten. Ja, het gaat de overheid zeker enigszins geld kosten. Ik hoop overigens dat de maatregel voor een belangrijk deel zichzelf terugverdient door bespaarde werkloosheiduitkeringen en door het feit dat nu rekeningen, dat daar btw over betaald wordt. Maar hoe dan ook zal het inderdaad de overheid enigszins geld kosten. Coalitiegenoot CDA heeft nog geen reactie op het plan van de PvdA. Voor de bouwwereld is het voorstel een verrassende ontwikkeling. Het betekent voor de werkgelegenheid een groter aandeel. Bouwondernemers kunnen zich op die markt begeven. Ze weten dat de omzet is 1,5 miljard. Wat er in zwart werken omgaat, dan betekent het dat dat aandeel ook teruggenomen kan worden. En dat er meer bouwproductie zal zijn en dus daarmee ook meer werkgelegenheid. De vermoedens zijn bevestigd. Het leger in El Salvador heeft 11 jaar geleden de 4 icon-journalisten vermoord.
Een speciale onderzoekscommissie van de VN, de Commissie van de Waarheid, heeft geconcludeerd dat er voldoende bewijzen zijn. What happened simply was this, that the military command in that area knew that they were coming. Very early in the morning they set up an ambush and they waited for them to enter. They even let out some of the FMLN people that were going to meet them without attacking them. And when the journalists came in, accompanied by their guides, they simply opened fire and killed them. Na de moord in 1982 op Koos Koster, Jan Kuiper, Hans ter Laag en Joop Willemsen niet eerder is opgehelderd, ligt volgens de commissie aan de Salvadoraanse regering. In het rapport staat: de staat heeft niet voldaan aan haar plicht te onderzoeken, te procederen en de schuldigen te straffen. Eindelijk duidelijkheid. Daar zit voor de ICON en de familie van de slachtoffers het belang van het rapport. Mijn persoonlijke reactie is bitterheid dat het dus toch waar is, dat het een aanslag was. Ook een soort van opluchting, en een beter woord kan ik er niet voor vinden, dat we na 11 jaar een vraagteken weg kunnen poetsen en dat we een handvat hebben. Dat we ergens kunnen beginnen te vragen naar de werkelijke oorzaken en misschien ook de vraag naar straffen of het doen van gerechtigheid. Maar het is de vraag of de schuldigen gestraft worden. President Christiani wil amnestie voor alle moordenaars. Hij zegt dat het volk genoeg heeft geleerd van de gruwelijke burgeroorlog. In dat geval zullen ook 5 topofficieren en de huidige minister van Defensie, Ponce, vrij uitgaan voor de moord op 6 jezuïeten 4 jaar geleden, zoals de VN-commissie ontdekte, en de militairen die in 1980 aartsbisschop Romero vermoorden. NCRV's Hier en Nu zendt vanavond een uitgebreid interview uit dat de ICON had met een lid van de VN-commissie van de Waarheid. De CAO-onderhandeling in de metaal zit er nog steeds muurvast. Werkgevers en werknemers zijn bereid tot onderhandelen, maar ze zijn het nog niet eens over de manier waarop. De werkgevers, verenigd in de FME, willen eerst informeel overleg om te kijken of onderhandelen zin heeft. Vandaag wordt er voor het eerst gestaakt in 3 metaalbedrijven. De werknemers van Mercon Steel in Gorinchem waren vandaag de eerste die gehoor gaven aan de oproep tot staken. Ook al deed niet iedereen mee, toch kwam het werk stil te liggen bij dit metaalbedrijf. De stakers kregen medestanders bij Standard Fasel in Utrecht